Wat we ook hebben gehoord is dat er een aantal mensen weg zijn bij Rocksteady. De makers van Batman Arkham City. Ja. En ik wil... Batman, sorry. Okay. Ja. Waarom niet gewoon Batman games zoals we vroeger hadden met Arkham City? Weet je, waarom service game? Ja. Jij vindt een superhero game ook best. Spider-Man vond jij tof? Ja, maar je moet niet vergeten dat service games, dat is de gouden kip die iedereen wil slachten. Dat snap ik. Maar kun je wel een vette service game maken met superheroes? Het is allemaal, weet je wel, je begint ergens en dan unlock zich steeds meer. Een beetje Destiny-achtig, weet je. Dat is de gouden kip die iedereen wil slachten. En iedereen maakt dat soort games. Ja, ik zit er. Is dat de gouden kip of niet? Of legt hij dat gauw uit? Anyway. Daar kom ik natuurlijk totaal niet bij mijn verhaal. Eerst met de leider, dan met de gouden kip.